De grote zeftingen kwamen in de warmte. We waren bij mijn man of 25 voeren. En in Oost wordt dat toen geweldig lastig. Moesten we door Oost slechte stil. En van Oost naar Wetterborn naar Hendep, veel weg. En we zijn de weg gegaan met vieren op het laatste. Klopte Ramon in de sprint, Rijkaard en Impanisch. Of Impanisch was hij derde en Rijkaard vierde. Zo belanden we bij de periode Magni, de Italiaan die aan zijn drie opeenvolgende overwinningen de bijnaam Il Leone delle Fiandre overhield. Magni was ook wel een type voor de Ronde van Vlaanderen. Weet wel, dat was een machtige coureur, die altijd in attack ging. Altijd vanaf de start, die stond er zo mee. Kletsen, weet wel, dat was eigenlijk een type. De mensen dachten, we moesten naar kijken. Zijn derde overwinning was de Zwitser, want het ogelde en het sneeuwde, het was koud. Hier zien we Magni aan de leiding van een kopgroep van vier. Hij streed trouwens de hele dag in de eerste lijn. Na Magni volgden nog vier buitenlanders in de uitslag. De eerste Belg, Rick van Steenbergen, finishte zesde op ruim 12 minuten. Dat Belgische debacle inspireerde Karel van Wijnendalen tot de beroemd geworden krantenkop: we hebben nog enkel onze ogen om te schreien. In 1952 werd het weer een Belgische zege met Roger de Kock en in 1953 was de Nederlander Wim van Nest aan de beurt.